Hoe ziet Tilburg eruit in 2040? Als ondernemende stad. Als veilige en mondiale stad. Als stad met een prachtig platteland. De gemeente heeft jouw ideeën nodig om te weten te komen hoe Tilburg er over pakweg 30 jaar uit moet zien. In de ruimtelijke structuurvisie 2040 wordt alles vastgelegd om richting te geven aan de plannen van de toekomst. Daarom aan jou de vraag: hoe ziet jouw Tilburg er in 2040 uit? Hoi, ik ben Esther Porselein en ik ben momenteel de stadsdichter van Tilburg. In 2040 ben ik 54 jaar en hoop ik dat Tilburg een enorme culturele broedplaats is geworden en dan vooral de spoorzone. Ik hoop dat de spoorzone een verzamelplek wordt voor kunstenaars waar iedereen naartoe komt om creatiever te worden, om waanzinnige happenings en voorstellingen en evenementen mee te maken die je nergens anders mee kan maken. En dat ze de NDSM-werf in Amsterdam en Strijp in Eindhoven hebben afgetroefd. Ik vind Tilburg heel erg inspirerend om, ook zijn lelijkheid. Want laten we wel wezen, het is natuurlijk gewoon architectonisch niet de allermooiste stad ter wereld. En ook niet van Nederland. Maar juist daarom, en het is een cliché, het wordt in elk van deze tijd nog veel gezegd, dat mensen hier juist creatiever worden omdat het lelijk is. Of niet zo mooi is, hoe je het ook wil zeggen. En ik denk dat dat klopt. Ik word gedwongen om naar de mooie dingetjes in Tilburg te kijken. Naar de mooie straatjes, naar de mooie ingemetselde Maria-tegeltjes in de muren van oude huizen. Ik word gedwongen om extra goed te letten op de kerken, omdat ze zo opvallen tussen alle moderne, gekke, scheve, schuifpui-achtige architectuur. En ik hou daar wel van. Dus ik hoop dat Tilburg dat ook blijft aanmoedigen, dat iedereen creatiever moet worden. Ondanks de lelijkheid, ondanks dat ze soms hier misschien een minderwaardigheidscomplex hebben en denken, oh ja, die mensen boven de rivieren, die kapen al het geld weg, die kapen alle ideeën weg. Nee, dat hoeft helemaal niet. Als je het een beetje leuk aanpakt hier in de spoorzone, je zet werkelijk getalenteerde mensen, jonge, interessante mensen daar neer, zoals ik bijvoorbeeld, dan kun je daar superveel voor elkaar krijgen. Dus ik hoop dat ik in 2040 een eigen theatergroep heb opgericht die ontzettend bekend is geworden en werkelijk een nieuwe stroming in het theater en in de kunst heeft teweeggebracht. En dat ik vanuit de spoorzone dan 27-jarige jongere mensen kan aanmoedigen om heel creatief te zijn en scheid te hebben wat iedereen om je heen zegt. Nou, mijn naam is Hetty Kerkhoff. In 2040 ben ik 83 en dan zie ik Tilburg als Een bijna heel self-supporting stad met veel groen, spelende kinderen, het lekker samen delen, spelen, ruilen en lekker duurzaam bezig en op een gezonde manier van lokale producten leven. Zo zie ik het in 2040. Dankjewel. Ik ben Miel Potters, woonachtig in Tilburg. In 2040 ben ik 77 jaar. En wat ik belangrijk vind, dat de identiteit van de woningen gelijk blijven. Dat dus als er iets nieuws gebouwd wordt, dat het in een oud jasje of laat het de identiteit van de wijken exact hetzelfde blijven. Ga daar niet aan sleutelen, want het is zo belangrijk dat je de kern van de stad eigenlijk herkenbaar houdt. Een stadswijk is een wijk en die moet ook een wijk blijven. Dat moet een deel van de gemeenschap zijn. Ik ben Martijn Oerlemans en in 2040 ben ik 43 jaar. Als ik dan door het raam heen kijk, dan zie ik een hele dynamische stad met vrij weinig autoverkeer tot geen. De parkeergarages staan dan aan de rand van de stad, waardoor er eigenlijk geen autoverkeer in de stad mogelijk is. Maar door openbaar vervoer of met fietsen is het toch heel goed bereikbaar en krijg je daardoor ook een veel groenere stad, omdat er veel minder wegen nodig zijn. Iedere dag nieuwe reacties op Structuurvisie Tilburg 2040 via tilburg.nl, Facebook en Omroep Tilburg. En wil jij ook vertellen hoe jij wilt leven in de Tilburg van de toekomst? Meld je dan snel!